Want mag Arjan Ederveen zich iedere avond in een bloedheet dikmaakpak worstelen voor de musical Hairspray. Vandaag zijn de repetities begonnen en kwam de cast bijeen voor het, over dikmakers gesproken, traditionele taartmoment. Arjan Ederveen kruipt in de huid van Edna Turnblad. Jawel, een vrouw. Niemand minder dan John Travolta ging hem voor. Tracy, hey baby, look at me. I'm the cutest chickie that you ever did see. Dat maakt op zich niet zoveel uit of je nou een man speelt of een vrouw speelt. Of een goeierik of een slechterik. En of je nou een BH aan moet of een baard opgeplakt krijgt. Je moet de rol die je speelt, moet je je eigen maken. En dat is het. De collega's van Arjan kijken uit naar de samenwerking. Ik kijk echt wel tegen hem op. Nou ja, niet letterlijk, maar meer van vroeger. Ik bewonder zijn werk wat hij heeft gedaan. Dus ik vind het echt super dat ik nu met hem ga samenwerken. Het is wel echt van te gek. En ik vind het ook echt een eer dat ik zijn alternate ben. Want ik ben echt opgegroeid met Arjan Ederveen. Ik krijg vaste dagen, maar de première speel ik niet. Dus wie weet breekt hij zijn been op. You never know. Esmee van Kampen is vooral fan van haar tegenspeler Jim. Ik ben nog naar Jim geweest vroeger als klein meisje. Dat ik dan... Ah, Jim, oh my god, hij is zo lekker! Dat ik zo stond. Jim staat hier naast de mashed potato te doen. Ik kan het veel beter. Lekker. Oh, komt hij, hè? Oh, god. Lekker, nee. Het is duidelijk, de cast heeft er zin in. Vanaf 12 september zijn ze te bewonderen door het hele land. Als je niet van musical houdt, dan moet je juist naar de Hairspray toe. Want dat is echt haast een parodie op een musical. Hij is heel erg snel, heel erg vrolijk, heel veel haastverkledingen. En een hartstikke leuk verhaal en een leuke aanstekelijke muziek. En oer-oer-oer-komisch. Ja, geen fan van musicals, maar hier gaan we heen, hoor. Echt wel. Hè? Ja, hartstikke. Zij van die mashed potatoes is al wel. Ja, wat een ontdekking. Leuk mens. Ach, dachten ze.